gisteren kon ik wel begrijpen, want die Arie die haalde echt het bloed onder zijn nagels vandaan. Ja, die sloeg ja, natuurlijk. En zijn vader, die is koud onder de grond ligt. Die, ja, en dan kan ik me voorstellen dat je het voor hier je vader wil opnemen. Hier is afgeserveerd, wordt 10 pagina's ja, lang. En ja, het, maar net wat Jan zegt, Jansma, je hebt dat natuurlijk liever niet. Maar waarom nodig je Arie Haan dan uit? Ja, je weet het. Laat die gewoon lekker nou, er is nog wat met die Haan. Die heeft een boek bij een onbekende uitgeverij. En die eiste op hoge toon, het moet gepresenteerd worden in Groningen, in Amsterdam en in Brussel. Nou, dan is die uitgeverij eens gaan rekenen. Dat kost zoveel geld, dan is dat helemaal niet meer rendabel. Nee. En kijk, want zoveel verdien je niet aan een boek. Nee. Want Haan denkt toch niet dat hij de 5000... Ja, nee. Ja. Ja. Nee. In jouw aantallen wel. Ja. Maar ik denk, als Haan de 5000 verkoopt, is dat heel veel. Dus die uitgeverij heeft gezegd, ja, maar dat is veel te kostbaar. Toen heeft Arie Haan gezegd, ik wil niks meer met jullie te maken hebben. Ik regel het zelf wel. Het is zo'n ontzettende enge grote... Maar hij vond het ook vreemd dat hij niet opgeroepen, dat hij niet gebeld was voor Oranje. Ja. Hij is nog erger dan Van Gaal. Ja, maar het is toch, hoe kan je dat zelf denken? Dat je voor Oranje gebeld gaat worden? Nou, daar heeft ook niemand aan hem gedacht, kan ik hem verzekeren. Nee. Dat vond hij ook zo raar, ja. Ja, maar alleen bij Anderlecht. Maar ja, dan wordt iedereen 2 keer in de 3 jaar kampioen. Met voetbal als assistent. Ja, zoiets, ja. Nee, maar weet je wat veel over Arie Haan zegt? Dat alle mensen die met hem gevoetbald hebben, vinden het een engnek. Ja. Ja, ik sprak Ruud Geels gisteren ook. Nou, die had geen goed woord voor hem over. Nee, ze hebben allemaal een hekel aan hem. Ja, hij vond het zo verschrikkelijk. Want hij was er ook nog trots op dat hij die kopstoot aan die Kraai senior had gegeven. Echt waar? Want de volgende dag kwam hij natuurlijk met zo'n hoofd kwam die Kraai. En toen begon hij nog de grapjas ook uit te hangen. Dan was Ruud natuurlijk wel gehaald door die Kraai naar Ajax. Maar nee, die vond het ook helemaal niks. Die hele Arie Haan niet. Nee, maar Arie is nu klaar, toch? Of gaat hij winnen zien? Ja, hij woont in Finsterwolde. En dat vind ik dan weer goed van hem. Omdat hij is enig kind. Zijn vader is overleden, maar zijn moeder zit in een bejaardentehuis. Dus hij wil die laatste jaren dicht bij zijn moeder wonen. Dat vind ik dan wel weer een menselijk trekje van hem. Ja. Maar voor de rest... In al die jaren heb ik toch zelden iemand meegemaakt die onsympathieker is dan Arie Haan. Ja, je zit al een hele tijd met mij aan tafel.